toch moet het leuk wezen. Dus als ik hier met bussen rondrijd, ik weet niet of ik dat met jou wel eens gehad heb, dat we zeiden van joh, iedereen lacht hier. Dus als we iemand chagrijnig zien lopen, dan stoppen we en dan vragen wat er is. Dat kan hier niet. En dan zeggen ja, we hebben er één gezien. Nou, dan draaien we om met de bus. En dan komt Kees naar binnen en zegt Kees, wat is er aan de hand? Hoor, niks. Oh, nou, dan hebben we een foutje gemaakt. Dus dan dat is, wil ik aan de jeugd toe dat je daar je zin moet hebben. Ergens. Dat is heel belangrijk. Dus nou, het firmabedrijf of het kloosterboer, familiebedrijf, vier broers. Nog steeds van de derde generatie. Inmiddels ja, 95 jaar of 96 jaar bestaan al. In Sint Pancras begonnen opa met boot-aardappelhandel. En nu nummer 1 in Europa op logistiek gebied in geconditioneerde goederen. Dus het opslag van koel- en vriestransport. Ja. Goedemiddag en van harte welkom bij Kova. Ontzettend leuk dat jullie er zijn. En wat me ook heel veel plezier doet, meestal moet ik mensen vragen om vooraan te zitten. Dus, ja, wij zijn zelfs zoals dit natuurlijk niet nodig. En op die manier heb je dan een betonnen verpakking met erin de radioactieve materialen. Die radioactieve materialen kunnen niet naar buiten, want die worden ingesloten door het beton. En het beton houdt ook de straling tegen.